Voor wie anders uit de boot viel om een eigen huis te verwerven, was deze verkaveling in de Manitoba-wijk een uitkomst. En dat dankzij het gronden- en pandendecreet van de Vlaamse overheid. Hier in De Haan zou dat toch wel iets hebben opgeleverd. Ik heb in de tijd toen ik schepen was dossiers voorbereid voor ongeveer 230 woningen die nu in de pijplijn zitten. En van die 230 zijn er, laten we zeggen, 50 sociaal. En zouden er 45 zijn waar we de voorkeur konden geven aan mensen van de eigen streek. Maar de verplichting voor projectontwikkelaars om een percentage sociale woningen te voorzien is geschrapt. Ook het voorrang geven voor de koop van bouwgrond aan mensen die een band hebben met de eigen gemeente is vernietigd door het grondwettelijk hof. Ik denk dat dat inderdaad ook voor heel wat jonge mensen hier in de gemeente die al zaten te wachten van wanneer kunnen wij daar aanspraak op maken. En nu valt dat ineens in duigen of komt het toch op de helling. En intussen hebben de promotoren de handen weer vrij. Wel, ik vermoed dat de promotoren gaan proberen om nu onder de afspraken uit te geraken die destijds zijn gemaakt. En dat zou natuurlijk geen goede zaak zijn. De Raad van State keurde eerder wel het gronden- en pandendecreet goed.